Royal Lemkes is een belangrijke schakel tussen sierteeltbedrijven en de grootschalige retail in Europa. Het bedrijf wil impact maken binnen de samenleving. Niet alleen door het leveren van mooie producten, maar ook op het gebied van het verduurzamen van de sector. In onze missie staat dat wij zijn voor onze mensen, onze klanten en voor de wereld om ons heen. Dus we zijn op alle drie trots. Op onze mensen, op onze klanten en de wereld om ons heen. Wij zijn eigenlijk ook maar een simpel bedrijf, hè, want wij leveren planten aan grootschalige retail in Europa. We hebben 10 hele mooie klanten, hè, waaronder IKEA, Obi, Kingfisher, Max Seda, Aldi. Het is een hele grote diversiteit, maar het zijn er maar 10. Dat betekent dat je dat alleen maar op een goede manier kan doen als je voor elkaar zorg draagt. Dus dat betekent dat onze zorg is om de klant beter te laten presteren. We zijn natuurlijk een bundelpunt waar vanuit 700 leveranciers producten komen. En uiteindelijk is de vraag, hoe krijgen we dat naar 2500 winkels in Europa? En dat kunnen we nooit alleen hier in een hal. Maar daar gaat een ketenbrede blik naar uit. Dus hoe kunnen we samen met onze 700 leveranciers, maar ook samen met onze 2500 winkels, de meest efficiënte keten opzetten? We kregen prachtige resultaten terug van een onderzoek wat we hebben laten doen door een zeer gerenommeerd bureau. Een 8,5 voor medewerkersbetrokkenheid. We zijn natuurlijk razend trots op. En dat betekent dat we bij de beste 5% van Nederland zitten. Ook genoeg aanknopingspunten om het elke dag een beetje beter te doen. Lemkes is ook een mooi bedrijf. Een familiebedrijf met in de vierde of eigenlijk in de vijfde generatie moet ik zeggen. Die draagt toch waarden met zich mee die eigenlijk niet te omschrijven zijn, maar wel een enorme samenbindende factor hebben. De payoff is let's plentify the future together. En het leuke, het woordje plentify bestond niet, dus dat hebben we zelf mogen claimen. Deze streepjes die hier zitten zijn allemaal zonnepanelen. Vervolgens hebben we elektrowarmtepompen geïnstalleerd voor de verwarming, LED-verlichting. En de laatste stap die we gemaakt hebben is dat wij zeecontainer hebben staan met vol met accu's die de energie die we over hebben en dus die we overproduceren in opslaan. Wij zitten nu in de volgende fase en dat betekent dat we data-analyses doen, we maken softwareprogramma's, we doen ook logistiek, we doen finance-oplossingen vinden voor onze leveranciers en voor onze klanten. We gaan niet voor maximalisatie van omzet, van omzet of van winst, het gaat echt over verschil maken en wij noemen dat duurzame groei. Als onze mensen groeien en onze relaties groeien, ja, dan gaat het met de business ook wel goed.